Welkom bij Mystic Angel Radio Tarot. Ik ben Rara. Dit is de maandelijkse reading voor de maand december 2023 voor de maagd. Ik heb de kaarten al gelegd. Ik ga gelijk beginnen met de reading. Ik heb hier Elder. Move beyond ancestral patterns. Ik heb hier jouw voorouders helpen jou om voorbij de voorouderlijke patronen, de voorouderlijke patronen te doorbreken. Je moet je voorouderlijke patronen verbreken. Dat is jouw levensdoel. Shaolin, master, be graceful in moment and action. Doe de dingen in rust. Als je iets moet doen of actie moet ondernemen, doe dat met in alle rust. Stap voor stap. Spirit Fox, trust your talents in changing times. Vertrouw je talenten in veranderende tijden. Dus als er transformatie plaatsvindt, positieve verandering plaatsvindt, blijf vertrouwen op je talenten. Want je bent een warrior. Be fearless and stand strong. Je bent een echte warrior die, die echt zijn talenten heeft gewoon. En jij moet alleen je voorouderlijke patronen verbreken. En doe die dingen gewoon rustig aan, weet je. Vertrouw op je gevoel. Je hebt heel veel talenten. Gebruik die ook. Yes. Oké, naar de volgende. Geloof in het onmogelijke. Geloof in het onmogelijke. Geloof in je dromen. Dus geloof in het onmogelijke, maar geloof ook in je dromen. Dat die gaan uitkomen. De antwoorden gaan komen. Je gaat te weten komen wanneer je dromen gaan uitkomen. Wanneer je de onmogelijke kan verwachten. En misschien komt dat wel in je dromen uit. Verlaat je comfortzone. Verlaat je comfortzone. Dus wat ik hierin zie is eigenlijk, je dromen komen ook echt wel uit. Je krijgt daar echt wel antwoorden op. Wacht het gewoon rustig af. En je zal zien dat het vanzelf jouw dromen uit gaan komen. Wat je wenst. En wat je graag wilt. Speelsheid. De dolfijnen weten hoe belangrijk speelsheid is. Want vrolijkheid zorgt ervoor dat je wonderbaarlijke dingen ervaart. En dat je dromen uitkomen. Dus ga spelenderwijs meer om met jezelf. Ga maar gek doen. Ga maar leuke dingen doen. Dingen die je vroeger deed. Luister naar je intuïtie wat je graag wilt en wenst. Alchemie. Je hebt op dit moment een paar gouden handen en elk project waar je nu aan begint zal een schitterend verloop hebben. Omdat je dan op een spelende manier de dingen aanpakt. Je luistert meer naar je intuïtie. Daarom heb je ook die gouden handen. Neem een beslissing. Bij het einde raad of besluiteloos, luister naar je intuïtie en neem een beslissing. Luister ten altijd naar je intuïtie als je iets moet beslissen. Als je niet weet, ga dan mediteren totdat je tot rust kan komen in jezelf. En de antwoorden komen vanzelf. En weet je, neem even je tijd, even je rust. En de antwoorden komen als vanzelf. Ochtendaffirmaties. Spreek elke ochtend een aantal positieve affirmaties uit om je kanaal tot manifestatie te openen. Ochtendaffirmaties kan je vinden op YouTube. Dus mocht jij dat willen hebben, dan kan je alles manifesteren wat je maar wilt. En het helpt echt wel. Dus ik zou het wel doen. Maak af waar je mee begint. Je bent met iets belangrijks begonnen. Nu is het tijd om het te voltooien. Dus maak af waar je mee begint. Probeer iets nieuws. Pas als je iets doet, zul je erachter komen dat je het kunt.
Dus maak eerst af waar je mee bezig bent. Dan kan je eindelijk iets nieuws gaan uitproberen. Liefde heelt angst. De kracht van liefde kan pestkoppen en mensen met boosheid helpen om minder angstig te zijn. Dus mocht het zijn dat jij ergens angstig over bent, liefde heelt. Angsten kan in vele vormen zijn, hè. Het kan zijn dat je echt een trauma hebt, dat je daardoor de angst hebt. Het kan zijn, het kan vele vormen aannemen in ieder geval. Maar mocht jij daar wel hulp bij nodig willen, dan raad ik je de intuïtieve ontwikkeling aan als jij angsten ergens over hebt, waar je niet overheen kan komen, of ook niet met liefde. Dan kan ik je daarbij helpen. Mocht je dat willen, dan laat me dat weten. Huisdieren. Je begrijpt en houdt van dieren. Ja, mocht je een huisdier willen, heb je geen huisdier, mocht je een huisdier willen, zou ik je dan ten zeerste aanraden, omdat huisdieren die onvoorwaardelijke liefde geven en ze helen ook. Echt serieus, ze helen ook. En als je huisdieren hebt, je kan gewoon communiceren met je huisdier. Je kan gewoon, je houdt ook heel veel van je huisdier. Dus dat is heel mooi als je die hebt. Dan heb ik hier een grote boodschapkaart. Dat is nummer 12, fluisteringen. Stem je af op de stem van je ziel. Je geest en je hart breiden zich uit, zodat je fluisteringen van je ziel kunt horen. Je vindt het of zult het binnenkort gemakkelijker vinden om de vibraties van je ziel te interpreteren en begrijpen door hoe je je voelt. Je opent de deur voor de fluisteringen van je ziel door je dankbaar te voelen. En sluit de deur door te oordelen. De boodschappen zijn er altijd, ook als jij ze niet ontvangt. Oefen het voelen van de vibraties van de ziel om je intuïtie en innerlijke zintuigen duidelijker te maken. Net zoals we weten dat een hond geluiden kan horen die wij niet kunnen horen, zo interpreteer je intuïtie golven en impulsen buiten je bewustzijn. Deze kaart stimuleert je ook om op je dromen te letten. Als je slaapt, stoppen de bewuste gedachten en verzet, waardoor het gemakkelijker wordt om transmissies van de ziel te ontvangen. Als je de boodschappen die doorkomen in je dromen omarmt, nodigt je er meer uit. Nodig je er meer uit. Als je een droom niet leuk vindt, zie hem dan als een teken dat je focus moet verleggen of een overtuiging moet veranderen. Oké, dus let op je dromen, dat is heel belangrijk. En luister goed naar je intuïtie. Dat zijn de twee dingen die je mag onthouden. En ik hoop dat je wat aan deze boodschapreading had. Laat me in ieder geval weten. Like, abonneer en laat belletje rinkelen om mijn video's te ontvangen. Mocht je een van mijn diensten willen, laat me dat weten via de WhatsApp. Dan maak ik zo snel mogelijk een afspraak. Ik ben tussen 7 en 9 ben ik aanwezig bij topconsulenten. Even kijken. Ja, dus mocht je mij daar willen spreken, dan kan dat ook. En alle gegevens staan hier onder de video. Dus nou, tot de volgende keer, maagd. Ik hoop dat je hier wat aan had. Doei doei!